Fabian Serrarens, 2-1 overwinning op FC Den Bosch. 6 punten in 3 dagen. Dat is een mooi paasweekend voor jullie. Met een hele leuke eerste helft. Waarin jij ook vaak betrokken was bij veel aanvallen van de Graafschap. Dat was wel een groot verschil met afgelopen vrijdag. Hè? Die eerste 45 minuten. Ja, zeker. Ik denk dat we goed begonnen. Veel kansen creëerden. Makkelijk doorheen voetbalden. Ik denk dat het ook voor het publiek leuk om te zien was. En afgelopen vrijdag ging dat wat moeizamer. RKC stond ook wel heel verdedigend, dus het is niet dat we het niet proberen, maar af en toe lukte het gewoon niet. En vandaag lukte het wel in de eerste helft dan. En dan zie je ook gelijk dat je 2 goals maakt. Ja, je schoof hem mooi onder de keeper door, die het druk had. Een paar ballen er goed uit hield. Dat deed hij eigenlijk ook bij de 2-1. Dan stond Van Miegem weer op de goede plek. Ook daar was je weer bij betrokken. Ja, klopt. 2 goede ballen van Tiso Dali. En die tweede had ook erin gemoeten, maar ja, derde schiet hem daarna goed in. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Playoffs zeker, op weg ook naar de eerste 5, misschien nog wel hoger. Geeft rust? Ik denk het was ons doel om bij de eerste 5 te eindigen. We staan nu goed en ik denk als we het programma bekijken dat we daar ook wel kunnen blijven. En misschien nog wel een paar plaatsjes omhoog. En dan kunnen we aan het einde kijken wie we dan treffen in de playoffs. Dus het wordt leuk. Mooie vrije trap van jou op de kruising volgens mij of op de buitenkant van de paal? Ja, het was volgens mij een beetje kruising buitenkant van de paal. Hij flikkerde die weer uit. Dat is wel jammer. Had een beter lot verdiend, hè? Ja, ik had volgens mij een paar wedstrijden geleden ook al een vrije trap op een lat. Dus dat is kloten dat ze net niet ingaan. Maar goed, belangrijk is dat we 2-1 gewonnen hebben. En, het is mooi dat we nu 6 punten pakken. Eigenlijk zeker zijn van play-offs. We slaan een gat met Dordrecht volgens mij van 6 punten nu. Ja. Nou ja, we hebben nog een paar wedstrijden te gaan waarin we punten gaan pakken. Dus ik denk dat we heel goed op weg zijn naar een top 5, misschien wel top 3 klassering. Dus we gaan het meemaken. Ja, top 5, dat houdt in dat je de eerste ronde overslaat in de na-competitie. Inderdaad, die kans wordt steeds groter nu. Ja, nee, zeker weten. Uiteindelijk is dat ons doel en staan we het hele seizoen al eigenlijk tegen die top 5 aan of top 5. Dus dat is hartstikke goed. Ik denk dat we goed bezig zijn. We hebben wel een vrij wisselvallig seizoen. Maar nu pakken we dan toch de laatste tijd best wel veel punten. En dat is heerlijk. En gaan jullie dan straks, om toch met een schuin oog eventjes daar al overheen te kijken, over de reguliere competitie, play-offs dus. Gaan jullie daar dan in als een ploeg die alles te winnen hebben en niets te verliezen? Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat de club als de Graafschap weer snel op het hoogste niveau moet acteren. Dus op zich zit altijd druk op die play-offs natuurlijk. Het is anders als een Telstar de play-offs in gaat. Ik bedoel, dat is toch een minder grote club en hier verwachten ze toch wel wat. Nou ja, ik bedoel, een paar jaar geleden is de club ook gepromoveerd via de play-offs. Ja, dan ontstaat er wel wat, denk ik, hier. Het stadion zit vol en vandaag staat het ook weer vol. Dus dat is een goed teken en ik heb wel alle vertrouwen erin. Dan krijg je misschien nog wel spijt dat je weggaat. Of ik wegga, ja, weet je, we zien het wel. Maar in ieder geval... Of is daar twijfel gekomen? Nee. Kijk, wat ik toen tegen jou gezegd heb, dat... dat kunnen sommige mensen je niet in dank afnemen, maar ik denk dat ik gewoon... Hoezo? Nou ja, ik denk dat de supporters en zo, dat wel sommige supporters het jammer vinden. Sommige die zijn er misschien, die staan thuis er om te springen. Dat kan ook. Maar uiteindelijk tot nu toe is het fantastisch hier. En ik draai een lekker seizoen persoonlijk. We staan, wat ik zeg, in die top 5. Dus we mogen niet klagen, denk ik.